Een senior burger kreeg van Evert Wolf een rolstoel gedoneerd. Zij is opgenomen in het academisch ziekenhuis met een gebroken heup. Deze rolstoel is afkomstig van een donateur en werd ontvangen uit handen van voorzitter Vismalen door een zus van de zieke. Heel blij en tevreden was de zus toen de heer Vismalen de rolstoel gaf. Kijk u maar mee. Mevrouw, we hebben begrepen, uw zus die ligt in het ziekenhuis? Ja, in AZ. En ze heeft een rolstoel nodig? Ja, eigenlijk wel. Daarom had ik moeder gevraagd. Eén ter leen, want ze is een vrouw die altijd wil blijven lopen. Maar ja, ik kreeg net te horen dat de heup gebroken is door die val. En ze is nu opgenomen in AZ. Beterschap naar uw zus toe. Hartstikke bedankt. En ook bedankt aan degene die dit verzorgd heeft.